Wist je dat uit onderzoek blijkt dat wij mannen aantrekkelijker worden naarmate wij ouder worden? En wist je dat de helft van alle mannen boven de 50 kaal is? Nou ja, nu daar iets aan te doen valt, dan kunnen wij mannen gewoon super aantrekkelijk richting de 100. Claudia, ik ben bij jou te gast in de kliniek. Hier worden zowel plastische chirurgische ingrepen uitgevoerd, maar ook preventieve en cosmetische geneeskunde wordt er ook bedreven hier. Wat is eigenlijk precies het verschil? Wanneer kies je voor wat? Plastische chirurgie is echt operaties. En dat wordt altijd uitgevoerd door een plastische chirurg die daarvoor opgeleid is. Dat is een erkende titel. Je mag niet zomaar jezelf plastische chirurg noemen. En daar een beetje daarbuiten of tussen de plastische chirurgie en de dermatologie, huidtherapie, is een ontstaan een cosmetische geneeskunde. En dat behelst alles wat te maken heeft met de buitenkant en de binnenkant, maar op een niet-snijdende, niet-chirurgische manier. Zou jij mij op een bepaalde manier kunnen helpen bijvoorbeeld? Ik ben nog niet heel oud, maar begint wel het een en ander te hangen. Wat zou jij mij nou bijvoorbeeld adviseren? Vraag eens wat je zelf wil. Dat is echt het allerbelangrijkste. Iemand die een drempel overstapt van een cosmetische kliniek, die moet zelf een factor hebben waarin hij zegt, daar wil ik verbetering op of dat stoort me. In principe, als je mij vraagt, hè, wat zou ik kunnen doen, dan zou ik eerst zeggen niks. Maar als je op mijn vakgebied gaat vragen, zijn er technieken waar ik nu op dit moment iets aan kan hebben, dan zou ik me focussen op je ogen. Je ziet dat de oogleden lichtjes overhangen. En daardoor krijg je een wat afsluitend effect van de hoek. Dan kun je kiezen naar het verschil van de plastische chirurgie met een ooglidcorrectie wat snijdend is. Maar je kan dan ook kiezen voor een Ultera-therapie. En met Ultera zullen we dus het bindweefsel dat tussen de huid en het spierweefsel ligt, en dat bevat eiwit, dus door de huid heen warmte in die eiwitlaag brengen, waardoor je een lichte lift van je wenkbrauw krijgt. En dan krijg je gewoon een wat opener ooghoek zonder dat je een operatie hebt ondergaan. Ja, is het eigenlijk schadelijk? Nee, het is niet schadelijk, gelukkig. Want het is de enige therapie in Amerika en daar mag je alleen maar een techniek toepassen als er een FDA-approval is. En een FDA-approval, daar moet je bewijzen dat datgene wat jij zegt dat je kan met die therapie ook daadwerkelijk gebeurt. Dat is punt 1. Maar je moet ook aantonen dat je geen blijvende schade in weefsels aanricht. Hè? Dat je niks kapot maakt en dat het niet schadelijk is. Nou, we weten allemaal hoe die Amerikanen zijn. Die zijn altijd heel snel bang. En deze techniek heeft de FDA-approval voor een wenkbrauwlift en de verslapping van de kaaklijn. Dus hij is echt veilig. Je hebt me overtuigd. Nou ja, het is net alsof ik mezelf van 5, 6 jaar geleden in de spiegel aankijk. Nou, het is wel grappig om te... Je ziet wel echt meteen resultaat, hè? Iets van verschil. Ja, wat je nu ziet is het resultaat wat je uiteindelijk ook moet gaan krijgen. Je hebt nu nog wat zwelling in de huid, maar je ziet dat nu niet meer die overhang hier zit. En je ziet duidelijk dat je wenkbrauw al een stuk omhoog gekomen is, waardoor die hoek hier niet meer zo afsluit. Ja. Je hebt aangegeven dat je heel veel soorten behandelingen doet, maar onder andere ook iets met het voller maken van haar. Nou heb ik gelukkig echt nog wel een hele dikke bos. Ik hoop dat ik dat lang zo hou. Maar ik ben wel benieuwd naar wat voor techniek dat is, want dat is nieuw, hè? Ten opzichte van de technieken die we hadden, waarbij we haartransplantaties deden, of stamceltechniek, of reepjes behaarde hoofdhaar verplaatsten, wordt nu dus de PRP toegepast. En dat is een vorm komende vanuit de mesotherapie. PRP is een bestanddeel van je bloed, het bloedplasma, waar heel veel bloedplaatjes in zitten. Bloedplaatjes hebben groeifactoren. Dus bij elke wond of elke beschadiging van het weefsel komt dan tot een bloedplaatje met groeifactoren voor stimulatie. En als we die nou in een hele hoge concentratie in de hoofdhuid injecteren en dat combineren met LED, lichttherapie, dan zie je dus dat bepaalde vormen van haarverdunning of kaalheid je eigenlijk in deze techniek met 1, soms 2 behandelingen weer een hele mooie haardos hebt. Dus je hebt geluk, want we hebben daar nog een behandeling voor gepland.
Ja, want in dit geval ben ik niet de klos, hè? Tenminste, de klos. Heeft me iets opgeleverd. Nee. Dus ik kan even zien hoe dat werkt. Dat kan, ja. Nou, dat vind ik leuk. Zo, nu ben jij aan de beurt.